fout profiel en identiteitsdiefstal. Dat iemand zich voordoet als u, dingen gaat kopen, aanslagen gaat plegen. Dus dat is het laatste blokje waar we het hier over gaan hebben bij Tech Talk Late Night. Dus, dames en heren, mag ik van u een hartelijk applaus voor Dimitri Tokmetsis en Maria Genova. Welkom. Hallo. Hey. Kom even hier staan. Een beetje zo tussen jullie in, dat is wel gezellig. Oh, je hebt al je spullen meegenomen. Nou. Geen voorlezen, nee toch? Nee, ik kan niet. Oh, oké. Okay. Goed. Dimitri, laat ik even bij jou beginnen. Mm-hmm. De digitale schaduw. Ik kan het u echt allemaal aanraden. Het is niet zo dik, het is vlot geschreven, maar het staat bol van voorbeelden waarbij Dimitri er eigenlijk vanuit gaat van het is niet zozeer, we kijken heel erg naar wie verzamelt wat voor data. Veel belangrijker is, wat gebeurt daarmee? He, welk profiel bouw je op? Verzekeraars, criminaliteitsbestrijding, allerlei dingen. Interessante voorbeelden waarbij het ook heel goed mis kan gaan. Daar wil ik het zo meteen met je over hebben. Maria, je hebt een heleboel boeken op je naam staan. Ik zal er even een paar voorlezen. Vrouwen die mannen geloven. Communisme, seks en leugens. Wurgslangen, dat gaat over stalkers. Vrouwen te koop, dat is allebei een vervolg op. Man is stoer, vrouw is hoer. Het gaat over vrouwenhandel, al dat soort dingen. Echt heavy stuff. Maar je doet ook wat luchtigere boeken. Ik las bijvoorbeeld Spookje Knetterkontje. Een kinderboek over goed gedrag, over waar je scheet in mag laten. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Maar goed, daarom ben je niet hier. Je bent hier vooral voor een boek waar je nog mee bezig bent. En dat gaat dus over identiteitsfraude. Ja. Allerlei ellende die mensen overkomt. En je doet heel veel interviews met slachtoffers. Ja. Hoe ver ben je nu in je boek? Ja, ik heb ontzettend veel informatie. Nou is het een kwestie van wat vind ik belangrijk en wat vind ik minder belangrijk. En ik heb net in de pauze iemand laten lezen en die was behoorlijk geschokt. Het was een advocaat die ging over privacy en dat soort dingen. Dus dat is. Dit is wat je hierbij. Je hebt al een paar schetsen van je boek bij, hè? Ja, ik heb wel wat kleine dingetjes. Ja. En wat hij zelf heeft gelezen, is hoe gemakkelijk banken bijvoorbeeld onze gegevens weggeven aan mensen die zich voordoen als collega van een andere afdeling van de bank bijvoorbeeld. En ik kwam thuis bij zo iemand en hij liet me een stuk of 10 van die dikke ordners met allemaal faxen van wie wat wil weten van hem. Allemaal informatie die ze niet mogen hebben. Okay. En dat was echt heel shocking dat je ziet dat zelfs die landsadvocaat dat soort dingen afvraagt. Het ministerie van Vrom die zegt van ja, we hebben het geprobeerd met onze eigen mensen te komen. Iemand in Tilburg heeft grond verkocht aan de gemeente. Die grond was verontreinigd en die man is met de Noorderzon vertrokken. Wij willen dat je hem vindt en onze eigen rechercheurs konden hem niet vinden. Wij willen van jou zijn bankrekeningen, de Saudi, zijn auto's, de kentekens. En die man levert dat soort dingen binnen een paar uur. Dus die man heeft als beroep dat hij dingen uitzoekt voor de overheid die de overheid zelf niet mag doen? Precies. Ja. En dat heb je opgeschreven? En dat heb ik opgeschreven. Dat is jarenlang goed gegaan. Uiteindelijk is hij opgepakt. Hij heeft in 6 maanden gezeten. Maar wat grappig is, hij heeft zijn straf uitgezeten, maar al zijn opdrachtgevers treft geen blaam. En hij zegt, ik heb geprobeerd om ze ook voor de rechter te dagen, want zij wisten precies hoe ik aan die informatie kwam. Ja. Maar uiteindelijk is niemand, helemaal niemand veroordeeld. Want stel je voor wat een maatschappelijke onrust zou ontstaan als ze weten hoe gemakkelijk al die instanties. Ja. En dan gaat het ook over bouwfondsen, over allemaal verzekeren, dat is hele grote namen. Over alle mogelijke banken. Ik heb echt alle namen voorbij zien komen, van Rabo tot ABN, Euro, ING. Alles, gewoon echt faxen. Hij gaat alles bewaard. En onvoorstelbaar. Dat is wel heftig, want ja. Nou, je vorige boeken gaven al de nodige reuring. Als dit straks uitkomt, ook. Wanneer? Kun je een beetje inschatting geven? Ja, dat vind ik altijd lastig, maar ik probeer het nu af te maken. Het hangt een beetje van de uitgever af, wanneer hij ruimte geeft natuurlijk. Ja. Oké, nou, we zien daarnaar uit. Ja, ik hoop, sowieso volgend jaar hoop ik. Ja, dan ben je hier weer natuurlijk. Ja, we willen even weten wat erin staat. Ja. Maar goed, er zijn nog heel veel boeken over privacy. En nogmaals, ik vond dit een heel treffend goed boek. Ja. Interessant. Heb jij hem al? Ik ben bijna bij het einde.
Wat ik zelf bijvoorbeeld schokkend voorbeeld vond in dit boek, is iemand wordt aangehouden bij de Amerikaanse douane, want je moet aankruisen van gebruiken drugs, gebruiken alcohol, dat soort dingen. En die man kruist, nee, ik gebruik geen drugs. En ze googelen hem en zien dat je ooit een onderzoek heeft gedaan naar drugs en dat je ook LCD heeft gebruikt. En dan denk ik, jeetje, in Nederland... 60. In de jaren 60 ook nog. En ik denk, ik kom ook best vaak in Amerika, want mijn moeder woont daar. En ik krijg ook elke keer braaf nee, maar ik heb wel een paar jointjes gerookt. Om ooit nieuwsgierigheid hoor, ik ben geen drugsgebruiker. Nee, maar als ik een... En ja, nu staat het op YouTube, hè? Eerlijk. Nee, ik zeg dat het niet is. Maar als ik een blog schrijf op internet over mijn komische ervaring met drugsgebruik, want dat was vrij komisch trouwens, want ik wilde heel graag high worden en dat werd het niks. Nee. Maar goed, maar die Amerikaanse douane kan dat straks googlen, zien, ze heeft verkeerde informatie aangekregen, ja. Ze heeft toch wel eens drugs gebruikt. Nou, terug naar Nederland. Ja, maar is dat zo, Dimitri? Want jij bent zelf regelmatig in Amerika. Ja. Kom je dat soort dingen tegen? Nou, ik heb nooit problemen gehad. Dus ik ben altijd heel soepel de grens overgekomen. Maar dat komt misschien ook omdat mijn zoon is in Amerika geboren. Dat scheelt? Dus dat scheelt, denk ik. Want hij heeft een Amerikaans paspoort. En iedere keer als ze Amerika binnenkomen, leggen ze zijn paspoort bovenop. Lopen voorbij de rij met toeristen die 2 uur duurt ongeveer. Ah. En lopen zo naar de rij met de citizens. En dan zijn we binnen een kwartiertje zijn we er doorheen. Okay, ja, daarom heet het land het ook us in plaats van den. Die man uit jouw boek, die mocht Amerika niet meer in. Nee. Voor een bepaalde tijd. Nee, hij heeft gelogen. Oké, je bent al dat soort gevallen op het spoor gekomen. Je hebt gewoon pech dat je een fout profiel hebt. Ergens in de databases wordt een match gemaakt. Je bent een risico en je komt er niet in. Je wordt belaagd, je moet meer geld betalen. Al dat soort ellende, je weet niet waar het van komt. Als je al die voorbeelden door... Wat vond je nog het meest schrijnende? Ik vind dit al echt een heel schrijnend voorbeeld. Maar het meest massaal dat je zegt van ja, daar hebben we eigenlijk allemaal wel mee te maken. Maar u wist het niet. Ik denk hoe weinig we onszelf ervan bewust zijn hoe er met onze gegevens omgegaan wordt. Hè. We hebben het vanavond ook continu over wat er bewaard wordt van ons. Nou, reken maar dat bijna alles wordt bewaard tegenwoordig. En ik denk dat het een ontwikkeling is die ook niet tegenhoudt. We leven in een informatiemaatschappij, alles raakt gedigitaliseerd en alles wat digitaal is wordt gewoon opgeslagen en gebruikt. Dat is niet per se slecht, want het leidt ook tot een betere service. Het leidt ertoe dat je gratis kan googlen, dat je gratis kan Facebooken. Hè. We zijn ook te goedkoop om te betalen voor dingen. Internet wordt op die manier gewoon grotendeels bekostigd met jouw data. Ja. Het nadeel daarvan is dat alles wordt opgeslagen. En inderdaad, zoals een spreker eerder al zei, die data worden ook gebruikt. Die worden onderzocht. Creditcardmaatschappijen die hebben fantastische data over jouw koopgedrag bijvoorbeeld. Maar daar laten ze psychologen op los om te kijken wat voor soort mens jij bent. Ben je een impulsieve koper of juist geen impulsieve koper? En dat soort gegevens verkopen ze door aan andere bedrijven. Want sommige bedrijven zullen best wel geïnteresseerd zijn in te weten dat jij een impulsieve koper bent. Ja, een interessant voorbeeld vond ik Experian. Nou, heeft u waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Die heeft van 1 miljard mensen op deze aarde allerlei gedragingen, allerlei bestedingen gekoppeld aan de postcode. En dat is dan ook een beetje om te kijken wat soort klanten zitten wij. Adresniveau. Echt adresniveau? Ja. Oké. En wat voor soort gegevens hebben zij dan over mij? Ik woon op de... Van alles. Alles wat in de openbare register staat. Dus kadaster, kamer van koophandel, faillissementen, schuldsaneringen, dat soort dingen. Schuldsaneringen kan iedereen bij trouwens. Ja? Mijn laptop staat daar. Als een van jullie afgelopen jaren in de schuldsanering heeft gezeten, dan sta je op mijn laptop in ieder geval, met name, toename, et cetera. Want ik heb ooit eens een keer dat databestand opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. En dat krijg je gewoon. Met geboortedata en alles erbij. Het is openbare informatie. Okay. En over Experian, heb je geprobeerd om ooit je eigen gegevens op te vragen bij Experian? Nee, ik heb wel bij Facebook gedaan, maar bij Experian zou ik dat ik ook wel willen doen. Je hebt het gedaan? Ik heb het ongeveer twee weken geleden gedaan. Overigens aan te raden, het is gewoon gratis. Dus Experian.nl, googelen, je gegevens opvragen. Nou, je staat er versteld, want het kan. Ze sturen het binnen, ik weet niet, een week of zoiets op. Dan zie je hoeveel ze over je weten. Is echt shocking. Nou, ik ben op zich een hele brave burger. Als je schuldig hebt, dan heb je helemaal een probleem. Volgens mij, maar ik heb nooit schulden gehad. Nee. Tenminste, ja, ooit al, heel lang geleden. En ik kom die af uit de maal. Nee, maar goed. Dus als je een hele brave burger, zoals ik ben,
Weet je wat je dan te weten komt? Wie jouw gegevens heeft opgevraagd? In mijn geval Vodafone en T-Mobile wilden ze mijn financiële positie weten. Ja, welk kredietwaardig bent, ja. Dat en soort toen dingen. Vroeg ik aan Experian, gisteren toevallig, van mogen jullie al die gegevens verstrekken aan Jan en allemaal zonder mij dat te laten weten? En dat mailtje had ik om 4 uur 's nachts gestuurd en gezegd dat ik het antwoord misschien publiceer omdat ik journalist ben. Vandaag had ik die persvoorlichter aan de lijn. Ze wilden het niet schriftelijk opsturen. Dus dat was wel komisch. Ja. En die vrouw zegt van, nou, wij zijn niet verplicht om jou te informeren, maar Vodafone is verplicht om jou te informeren en T-Mobile is ook verplicht om jou te informeren dat ze de gegevens bij ons opgevraagd hebben. Nou, dat hebben ze nooit gedaan, maar misschien via algemene voorwaarden waar je niks van weet. Ja, die heb je aangeklikt natuurlijk. Ik wil even naar een voorbeeld wat dichter bij huis is. Dichter bij Paard van Troje, om even letterlijk te noemen. De zogenaamde Haagse Pandbrigade. Wie heeft er wel eens van gehoord? De Haagse Pandbrigade. Ja, die zijn misschien mensen uit Den Haag. Michiel, kun je er even een filmpje van laten zien hoe dat in zijn werk gaat? Het is een klacht die je vaak hoort van mensen in de krachtwijken. Boven mij wonen wel 12 mensen, terwijl er misschien maar plek is voor 4. Overlast dus, door overbewoning. Maar hoe kom je daarachter? Gemeente, politie, brandweer en woningcorporaties werken daarvoor samen in de Haagse Pandbrigade. En die kijken pand voor pand wat er niet klopt. En dan gaat het niet alleen om overbewoning, maar ook om hennepteelt en sociale uitkeringsfraude. Ja, we hebben 3 etages, 3 bewoners ingeschreven, mogen de kamer vuren. Maar het is en blijft overdag, hè. Mensen werken ook gewoon. Hallo. Gemeente Den Haag, is er iemand thuis? Ik vind het dus zeer belangrijk, hè, omdat we dus heel veel misstanden aantonen in dit soort wijken. Waar niet alleen qua bewoning, maar ook fraude met sociale voorzieningen, hennepkwekerij en dergelijke. Dit was een adres waar 5 alleenstaanden stonden ingeschreven. Dus dat blijkt nu een woning van een corporatie te zijn die dan verhuurd is op een bepaalde manier als anti-kraak. Maar ja, uiteindelijk wonen er toch te veel mensen onzelfstandig. Dus daar zal toch een oplossing voor gevonden moeten worden. Ja. Vandaag is de Pandbrigade. We zijn in de wijk bezig. Controleren we de woningen op het feitelijk gebruik, zoals het in het echt is. Schoen uit! En met hoeveel mensen woont u hier? 3 kinderen. Het begint met een digitale schouw, dus van alle adressen in dit soort buurten. Die worden op basis van alle systemen van de samenwerkende diensten worden die gecontroleerd. En daar rolt een ja of nee controle uit. En daarnaast het observeren, dat doen wij dan het schouwen. Dus de inspecteurs die nu op straat lopen, die kijken direct naar panden die wellicht niet op de lijst staan. Waarvan ze denken dat het toch iets mis zou kunnen zijn. Hè? Er komt er geen camera binnen. Ja? Ja, oké. Een huurcontract waar de huisbaas getekend heeft? Nee. Heeft u niet? Nee, ik weet het niet. En hoe lang woont u hier al? Bijna 1 jaar. Bijna 1 jaar? 1 jaar, ja. Maar ik wil heel graag weten wie de huisbaas is. Zij konden niet precies aangeven van wie ze huurde. Op de eerste komt daar een onbekende man volgens hun langs en die haalt het geld op. En op dat moment kunnen wij eigenlijk niet precies zien wie nou, of er iemand tussen zit. Hè. We weten uiteraard wie de eigenaar is. Ja. Dus we gaan gewoon de eigenaar benaderen over het feit dat de manier van wonen niet goed is eigenlijk. Inschrijvingen Sophie, we hebben hier sowieso 1, 2, 3, 4. Het zijn 6 gemeentediensten die bij elkaar vanuit 1 locatie werkzaam zijn. En de politie? Dat is 1 van de 6. Wanneer komt de politie tevoorschijn? De politie is met name bedoeld bij echt wel risicoadressen waarvan we denken dat het echt goed mis is. En waar we dan s'avonds heen gaan, meestal met machtiging van de burgemeester. En daar is de politie erbij als sterke arm. Vroeger waren ze een beetje meer illegaal in één huis gewoond. Er zijn misschien 6, 7 mensen in één huis. Maar nu zijn ze helemaal door de politie gecontroleerd. Zijn ze helemaal goed gekomen. Want ik heb nu meerdere serieuze klanten die dan in deze buurt ook willen investeren. En willen kopen natuurlijk. Dus het is nu wel iets actiever dan de jaren daarvoor. Tegenwoordig weet je niet wie je buren zijn. Dus het is wel goed dat er zo'n brigade is om te kijken wie wat woont. Hoeveel mensen ook in een pand zitten. Dat is ook belangrijk. Goed. Dit is een fragment uit Den Haag Frontaal, dat is de lokale zender. Als je dit zo ziet, dan denk je, nou, dat is mooi. Die vervelende wijken, een beetje schoongeveegd, allemaal gecontroleerd. Boel op orde, niks aan de hand. Maar volgens jou is er van alles misgegaan.
Nou, het is een vrij stuk propaganda inderdaad, ja. Dat, ook Krachtwijk, het is een mooie Orwelliaanse term die ze maar niet uitkrijgt. Het heet gewoon achterbuurt volgens mij. Ja, ik heb de Haagse Panterbrigade goed onderzocht. Wat belangrijk is, wat die meneer zei, is de digitale schouw. Je mag volgens de wet niet zomaar ieder huis binnenkomen. Dus er moet een redelijke verdenking zijn voordat je ergens mag aanbellen. En wat hebben ze nou bedacht? Een jaar geleden hebben ze tonnen gestopt in een hypermodern systeem hier in Den Haag om panden digitaal te schouwen. Wat doen ze? Ze gaan allerlei registers die ze hebben, gaan ze aan elkaar koppelen en dan komt dan een risicoscore uit. En aan de hand van die risicoscore kijken ze of een pand wel of niet bezocht moet worden. Nou, ik heb daar onderzoek naar gedaan, een WOP-verzoek ingediend, toen raakte ze helemaal in paniek. Toen mocht ik langskomen en mocht ik kijken hoe ze dat nou deden. Blijkt nou dat het systeem is zo modern dat ze twee Excel-lijsten met elkaar vergelijken. En dan kijken of er meer dan twee alleenstaanden op één adres wonen. Dat is al een verdacht pand. En of er nog meer mensen wonen eventueel. Het resultaat is dat bijna driekwart van de panden in de achterbuurten, Regentessenkwartier is dat onder andere bij, driekwart van de panden werd aangemerkt als verdacht. Dus driekwart van de panden werd bezocht. Door woont u in de buurt? U bent verdacht, alleen omdat u hier in de buurt woont. Ja, dat sloeg natuurlijk nergens op. Nou, de resultaten werden ook bekendgemaakt. Nou, uiteindelijk was er ongeveer in 2-3% van de gevallen was er sprake van een strafbaar feit. Maar heel veel van die gevallen was dat mensen niet goed bij het GBA stonden ingeschreven. Die hadden zich nog niet ingeschreven. Maar het feit dat ze niet goed bij het GBA stonden ingeschreven was een rechtvaardiging achteraf dat ze toch het pand hadden mogen betreden. Nou, dat is al behoorlijk discutabel. Hè? Het zijn natuurlijk alleen de achterbuurten waar naar binnen wordt gekeken. Waar het een beetje tricky wordt in dit geval is als je eenmaal binnen bent. Want wat je ziet gebeuren is, nou, op een gegeven moment zo'n project loopt en iedereen is tevreden. Er worden allerlei extra bestanden en extra partijen worden erbij gehaald. Dus wat gebeurde er? De leerplichtambtenaren gingen meedoen eraan. Dus als een Haagse pandbrigadier, die daar totaal niet voor is opgeleid, een kind ziet in huis dat overdag tv zit te kijken, kan die bijvoorbeeld jeugdzorg bellen of de leerplichtambtenaar gaan bellen. Want dat is een verdachte situatie volgens hem. Nou, ik heb er ook met die medewerkers gesproken, die wilden dat niet onder record zeggen, maar die lieten ook al merken van, nou, daar zijn we niet voor opgeleid, dus dat doen we liever niet. Mm. Toen voelden ze zichzelf ook nogal wat unheimisch bij, op dat soort sociale misstanden te gaan letten. Maar je ziet op de achtergrond dat al die partijen gaan samenwerken op lokaal niveau, maar ook regionaal niveau, Belastingdienst komt erbij. Ja, want om ze even op te sommen, welke databases zijn er op een hoop geveegd? Want je had net het GBA. CIOT, ja, het GBA natuurlijk. Gemeentelijke basisadministraties. De basisadministratie van Nederland, waar ongeveer ook 5-8% fouten in zit. Dus zo betrouwbaar is het niet. Het CIOT, dus dat is de opsporingsdienst voor sociale zaken. En ook de Belastingdienst dus. Belastingdienst, ja, alles komt erbij zo langzaam. Met dat BTW-nummer van mij. Het grappige is dat ze het bij zo'n project wel voor elkaar kunnen krijgen. En als het bijvoorbeeld om de mensenhandel gaat, en dat willen we met z'n allen heel hard aanpakken, de mensenhandel, dan kan het opeens niet vanwege privacy. En ja. Dan denk ik, waarom kan het bij dat soort wijken wel? Ja. En als ik spreek heel vaak bij politie en marechaussee, weet ik wel, over bestrijding van mensenhandel, hoe pakken ze het slimmer aan? En dan als je ziet, ja, maar mevrouw, dat kan niet hoor, privacy, en dat kan niet privacy. En uiteindelijk, als je een beetje doorvraagt, dan is het meer onwil dan dat ze het echt niet kunnen. Ja. Want wat hebben ze daarop bedacht, al die diensten? Dat noemen ze convenanten. En via zogenaamde convenanten kunnen ze alle privacy omzeilen wat in de wet staat, want dat mogen jullie niet doen. Dat soort informatie mogen jullie niet uitwisselen. Ja. Op het moment dat 6 of 7 organisaties met z'n allen zo'n convenant afsluiten, dan mag het opeens wel. Ja. En dat controleert niemand. Daar moeten we wat meer op letten, ja. Inderdaad. Goed, ik hoor al wat geroezemoes in de zaal. U wil natuurlijk ook wel even wat kwijt. Maar goed, ik zou zeggen, gaan jullie even lekker zitten? Oké, eerst even een hartelijk applaus natuurlijk. Maria Genova, Dimitri Tokmetsis.